Obed Kanapé staat als initiatiefnemer van de toerismeraamwet en de wet toerismeautoriteit Suriname erop dat de toerismesector onderworpen moet worden aan regelgeving. Kanapé meent dat het tijd is dat er orde komt binnen de toerismesector, vooral als de sector kan bijdragen aan het verder ontwikkelen van de diverse districten. De diversiteit van de verschillende districten kan waardevol gemaakt worden voor de wereld als het vanuit een gecoördineerd punt wordt gepresenteerd, meent Kanapé. En ook voornamelijk dat wij als Suriname uiteindelijk kunnen praten over data welke ter beschikking zal moeten komen vanwege de autoriteit en de activiteiten van de autoriteit. Dat wij kunnen praten over Surinaamse merken in de toerismesector. Dat we ook misschien een dagje op Curaçao of Barbados of Jamaica kunnen zijn en Suriname verschijnt op tv. Dat het mogelijk wordt dat we ook kunnen deelnemen vanuit de autoriteit bij grote activiteiten in de hele wereld als het gaat om de toerismeindustrie. Initiatiefnemer Cedric van Samson meent dat de verschillende culturen in Suriname een trekpleister kunnen worden voor toeristen. Echter moet er binnen het toerisme gebeuren sprake zijn van respect en bescherming van de diverse culturen en hun manier van leven. Daarom moeten de diverse culturen deelgenoot gemaakt worden van wat toerisme voor hen kan betekenen. Kijk, we hebben op school zaken geleerd als de wespenproef. Dingen die er misschien niet meer zijn bij de inheemse bewoners van ons land. Maar die wel een behoorlijke trekpleister zouden kunnen zijn voor de mensen die naar het land toekomen om die cultuur mee te maken. Dus ik zou stellen hier bij het toeristen meerjarenontwikkelingsplan dat in plaats van het gesteld zijn in het respecteren, meer het integreren. Omdat dat ook kan zijn een behoorlijke reden voor een buitenlander, ook een Surinamer, om naar het gebied af te willen reizen om dat stukje mee te maken. Tijdens deze vergadering hebben diverse leden voorstellen gedaan om het toerisme in Suriname te bevorderen.